Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog iets met de boot, iets met Race Room Zeeland. Eindelijk gaan jullie inside beelden tijdens een smashing. Vaderdag is natuurlijk geweest. En wat er verder nog allemaal gebeurt, dat gaan jullie vanzelf zien in vlog 129. We zagen net de braakman. Vanavond gaat de boot erin. Misschien eind van de middag, maar anders zeker vanavond. Als het niet regent, gaan we ook nog wel een rondje varen. Maar ik ga eerst even slapen. Ik heb net mijn laatste nachtdienst gehad. Ik heb nu weekend. Dus wel te rusten. Later. En dan had ik van de week ons plekje al gereserveerd. Dus als het goed is, kunnen we hem er gelijk in gaan leggen. Want hoppa, we zijn onderweg met de boot richting de braakman. Lekker varen. Achter me zien jullie de boot. Hangt allemaal zeewier aan. Oftewel van die draadalg. We hadden hem in het water gelegd en hij liep vol. Gingen we kijken en dan was die plug die daar hoort te zitten. Die dichtte niet meer goed af. Dus die hebben we even losgemaakt. Die was redelijk vergaan. De schroefjes bleven niet meer zitten. Dus ik ga morgen even kijken voor een nieuwe en anders eentje online bestellen. Dus ik kan die er in principe pas morgen zaterdag of anders dinsdag pas in. Ja goed, het is even niet anders. Ja, en dan zien jullie achter mij zien jullie de A6. En daar zien jullie de Golf van Marloes. En daartussen een lege plek. Want ik wilde de Golf eigenlijk net van internet halen. En niet meer verkopen. En toen kreeg ik een berichtje van iemand uit de buurt. Die had wel interesse. Dus even contact mee had. Alleen die hadden geen vervoer, dus ik heb hem daar laten zien. En ze hebben me thuis gebracht. Nadat ze hem betaald en overgeschreven hadden. Dus die Golf is weg. Jammer. Ben ik met Marloes de Golf naar de garage. Hier staat de boot. Heel misschien komt de plug morgen binnen. Ik ben er bang voor. Ik denk dat het maandag of dinsdag wordt. We gaan het zien. Was ik even in mijn bakje aan het kijken voor die schroefjes. Want ik moet nog steeds de A en de B stijl vastschroeven. Ik had natuurlijk die hemelbekleding opnieuw geplakt. En deze kant zit wel vast, maar die kant dus nog niet. Dus ik was in mijn bakje aan het rommelen. En toen vond ik een schakelaar met een automatische functie. Nou is het zo, als je deze inbouwt in een auto die geen automatische functie ondersteunt, dus waar geen sensor in de spiegel zit, zeg maar. Zodra je het contact aanzet, dan gaat je verlichting branden. Marloes en ik rijden eigenlijk altijd met ons licht aan. Dus wat ga ik nou doen? Ik ga deze dus wisselen. En als dan contact aanzet, gaat de verlichting aan. Ja, het wisselen van een schakelaar is echt super simpel. Dus gewoon op de nulstand indrukken en op stadslicht draaien en eruit trekken. Dan kun je vervolgens dit knopje indrukken. Ik weet niet of dat lukt. Ja hoor, kijk eens. Het is los. Nou, en dan de schakelaar met autofunctie. Die klikken we er dan in. Ja, dat is een beetje lastig met één hand. Maar kijk, daar gaat hij. Hop. En dan het draadje mee. Zorg dat hij recht zit. Kijk. En op de autostand. En als ik dan het contact aanzet, dan gaat zijn verlichting ook meteen aan. Dat is echt super handig. Hoef je nooit meer licht aan te zetten. Staat gewoon altijd aan met je contact aan. Dus weer een upgrade gedaan. Ik ga mijn bak met schroefjes opmaken. En op zijn juiste plek schroeven. Dus let's go. Tijd voor de schroefje erin te doen. En
En je draait er dan heel ver in. En als die bijna vast zit, dan stop je even. En dan draai je hem op zijn plek. En dan slaat hij mooi aan. Zo. En doen we dan zo'n airbag spinnetje in. Zo. Pootjes zijn een beetje verbogen. Oké. Zo. Zo. Die zit. Dan hebben we nog een schroefje voor hier zo, van achter. Die zit wel al op zijn plek. Zo. Goed, dan gaat je dus. De schroefjes zijn er gewoon een soort van uitgerot, uitgetrild, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben een nieuw RVS stopstukje. Dat is die. En die is groter, dus die gaan we erin boren. RVS schroeven, die hebben we toch vandaag. En die Gorilla Kit, die kan je ook onder water zelfs lijmen. Dus daar gaan we even mee aan de slag. Ik heb de boel al een beetje opgeschuurd. Ik heb de boot ook voorover gekanteld. Dat er zeker geen vocht of eventueel olieresidu van de motor, zeg maar. Want die zit daar aan de andere kant van de gat. Dat het zeker niet meer vettig is. Dus dan heb ik nog een remmenreiniger. Die gaan we erop spuiten. En dan gaan we allereerst die kleine oude gaatjes gaan we dicht spuiten met die Gorilla Kit. En vervolgens spuiten we de onderkant van die flens in. Ook mijn Gorilla Kit. En dan druk ik hem er zo op tegen. Ik zie net dat dit gaatje past. Maar dat willen we niet. Want we willen eigenlijk nieuwe gaten. Dus ik ga hem gewoon verdraaien dat hij zo komt te zitten. En dan zo laag mogelijk. Dus daar gaan we aan de slag. Oké, ik heb dus schoongemaakt. Remmenreiniger erop. En dan. Zo. Ik heb daarna de kopjes nog heen gesmeerd. Het is nu maar lekker drogen. The next day. Nou, jullie zien waar ik ben. Ik ben vandaag bij Rage Room Zeeland. Ik heb Sophie naar turnen gebracht. Het is van 10 tot 11 turnen voor haar. Dus ik heb mooi even tijd om voorbereidingen te treffen. Het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag drie sessies van twee personen elk. Dus dat is half uurtje racen, half uur opruimen, half uur opbouwen. En dan komt zo'n beetje de volgende al. Dus we zijn vandaag nog wel eventjes bezig. Rage Room Zeeland, jullie hebben vast al gezien de opbouw en zo. We hebben ook eigen YouTube kanaal voor Rage Room Zeeland. De boel is in ieder geval lekker opgebouwd. We hebben hier zo. Hebben we een sticker op de deur geplakt. Er zijn al wat positieve reacties geweest. Afijn, alleen maar positief natuurlijk. Deze. En deze. En ja goed, die mensen die willen ook gewoon graag terugkomen. Die room 1 is al opgebouwd. Dus wil je alleen komen, dan is deze room wellicht iets voor jou. En room 2 is opgebouwd. Ik heb het licht even op vuil gedaan. Want dit moet een beetje op een huiskamertje lijken. En ik denk dat redelijk gelukt is. Dino is ook actief. Op de kinderstoel met drankflessen en wijnglazen. Dan hebben we, het is het luxe pakket. Dus met elektronica erbij. Dus we hebben een pc staan. We hebben daar in ieder geval een spiegel staan die gesmashed mag worden. We hebben weer een lampje opgehangen. En verder hebben we een archiefkast. En de wekpotten, die worden ook gelijk ingezet. Hier hebben we dan nog een, het is een tweepersoonskamer, dus hier hebben we nog een elektronica en flessen. Schrobbelaar kan erbij niet ontbreken. Dan hebben we hier nog een spiegel, omdat ze met z'n tweeën zijn. En dan hier nog wat flessen en een rietenmand. Ja, dit mag gewoon allemaal gesmashed worden. Hoe gaaf is dat?
En we hebben brandmelders opgehangen overal door het pand. Die in deze kamer, in room 1, in de lounge. Kijk, hier zien we in de lounge hangen. En boven de receptie hebben we er ook eentje opgehangen. Kijk, hier hangt hij boven de receptie. Ja, ik kreeg via een privéberichtje de vraag: waarom zien we nooit iets van de rage-sessies? Dus eigenlijk de mensen die bezig zijn. Ja, we zitten natuurlijk een beetje met de privacywet. In ons reglement staat wel dat de beelden gebruikt kunnen worden voor reclamedoeleinden, mits niet herkenbaar. Nou ja, goed, op het moment dat je overal aan doet en je zet zo'n masker op, dan worden de meestal niet meer herkend. Maar ik vind het toch altijd nog een beetje een lastig puntje om vreemde mensen, mensen die niet weten dat ik YouTube of wat dan ook, om die dan gelijk in de YouTube-video's te gebruiken. Ik heb de laatste sessie hebben we GoPro opgehangen. Ik heb die beelden zitten kijken, er zaten een paar leuke fragmentjes in. Ik heb even gevraagd of ik ze mag gebruiken. En ja, dat vonden ze prima. Dus bekijk die beelden even hier. Kijk of er nog iets heel is.
Die kwamen niet gestrest binnen, maar die gingen wel echt ontspannen naar buiten. En ja, ook al een beetje bezweet. Dus een tip van mij voor mensen die komen ragen. Niet te veel aantrekken, je krijgt toch een overal aan. Wel die schoenen, die moeten goed stevig en dicht zijn. Ja, de rest krijg je in principe hier aangereikt. Dus als je een t-shirtje en een korte broek en je had dan in je overal, dat kan ook gewoon prima. Want het is gewoon, als je zo druk bezig bent met zo'n zware hamer, dan kun je niks aan doen. Maar dan krijg je het gewoon warm. De overals zijn weer gewassen. Ik heb er nog eentje thuis liggen, die neem ik straks mee. Die hang ik hier straks bij. We hebben weer wat spulletjes binnen gekregen om te ragen. Dus ja, de mensen die dit gedoneerd hebben, die hoeven het zelf niet weg te brengen. En wij zijn er blij mee. Dus ja, zie je spulletjes er tussen liggen, dan kan je aangesproken voelen. En bedankt. Ja, mocht je dus nog flessen hebben, kijk, voor mensen die ver weg wonen, spullen die je kan ragen, mag je in principe een berichtje sturen. En dan als het veel is, komen we het halen. En als het een klein doosje is, geef het een keer mee. Ja, voor de rest wil ik eigenlijk nog even laten zien. Ik heb de knuppels heb ik opgehangen in die kast achter me. Ik pak eventjes de sleutels erbij. Maar de knuppels hebben we opgehangen. En dat ziet er eigenlijk wel gewoon cool uit. Eens even kijken of dan met één hand lukt. Ja, want dit doen we wel altijd netjes op slot. Want ik wil niet dat er hamers en knuppels gebruikt worden voor de verkeerde doeleinden. Maar eerst eventjes kijken. Dit ziet er toch wel flex uit, hè? De maskertjes, de knuppeltjes netjes aan een, die zijn al redelijk gebruikt, netjes aan een geleider. De hamers op een rij, de handschoenen. Ja, ik wil één deze dagen wil ik hier die versterker aansluiten met de speakers. Ik heb thuis nog een paar speakers liggen en hier staan nog een paar speakers. Best wel oké. Okay. We gebruiken nu deze JBL speaker en een rode variant waarvan de accu kapot is. Maar ja, weet je, dat is niet optimaal. Dus kijk, hier hangt de tweede JBL. Die hangt continu aan de lader, omdat de accu verrot is. Daar is onze GoPro mount. Hier aan de muur. Daar hangen we dus de GoPro op. En die filmt dus eigenlijk zo, dit beeld. Dan moeten we nog eens even kijken, want er moeten hier wel echt gewoon camera's komen om het fatsoenlijk op te nemen. En die ook fatsoenlijk in het donker kunnen filmen. Want die felle lampen gaan uit en houden alleen de sfeerverlichting over. Net als bijvoorbeeld hier en daar. Ja, daar heb je dus gewoon niks aan een DJI Osmo Action 1. Want die kan gewoon niet in het donker filmen. Ik ga nog een paar kleine dingetjes doen. Even een klein beetje schoonmaken, want er ligt wel stof. Ik heb de deur heb ik nog afgefreesd, zodat hij weer netjes sluit. Alleen ja, dat stof te flink. En dat is nu neergestreken, dus dan kan ik mooi eventjes oppoetsen. Het is lekker weer. Ik haal straks Sofie op. En dan om 1 uur zijn we weer terug met aanhanger. Gaan we wat spullen halen. Hey ho, let's go. Later that day. Wat ga jij doen? Nou, we hebben Google Review kaarten. Oké. Okay. Kunnen we hier op de balie plakken. En dan kunnen mensen gewoon scannen en dan komen ze direct op onze review site uit. Oké, okay, dat is nice. Nou, eens proberen. Kom je direct op onze review site uit van Google. Oké. Okay. Oh, nice. Kan je ons gewoon een 5 sterren geven? Netjes, tik hem aan. Oké, okay, het karretje is bijna vol. We hebben nog 2 sessies te gaan. Dus we hebben nog even werk. Let's go. Ja, en als je dan zo'n drukke dag hebt, met nog een setje extra klanten ertussendoor even. Dan krijg je lekker eten, thuisbezorgd. Dus ja, ik zou zeggen, kijk wat ik krijg. Hoppa, Jordi en Mandy, bedankt. Ik ga eten. Ja, dat veeg komt zo meteen weer. Echt, ik wil niet klagen, maar dat vegen en dat opruimen en opbouwen. We worden er al iets handiger in, maar dat is een teringwerk. Oh, we hebben er wel voor over. Ja, het is wel hartstikke leuk. Het wordt nog steeds heel positief ontvangen. Nou maatje, kunnen zeggen dat het een geslaagde dag was, hè? Absoluut. Ik ga wel lekker slapen vanavond. Ja, absoluut.
Zo, dat was mijn dagje wel. Dan hebben we nog wat spul kunnen halen. Een volle kar en een volle auto. En dat was me goed ook. Want we hadden 3 sessies van 2 personen met het luxe pakket gepland staan. En spontaan kwamen nog 2 meiden. Die konden nog tijdens onze lunchpauze konden ze nog even ertussen. En die wilden ook het luxe pakket samen. Dus ja, er zijn een hele hoop spulletjes opgegaan. Maar ja, echt een geslaagde dag. Voelt echt super goed. Ik ga even lekker douchen. En ik ga even lekker op de bank met een borreltje en mijn voetjes omhoog. Ik denk dat ik het wel verdiend heb. Dus ja, de volgende beelden zijn vaderdag. Dat is morgen. En dan ben je heel de dag bij Rachel Room Zeeland aan het opruimen. En wat denk je? Valt er een glas uit de kast? Nou is Sophie aan de beurt om het glas op te ruimen. Ja, nou, ik heb een kleinigheidje voor vaderdag gekocht. Voor mijn vader. Een lekkere slagroom aardbeientaart. Ja, we eens eventjes gaan brengen. Even oppeuzelen met een bakje koffie. Later. Oh, lekker. Koffie uit mijn mooie Audi beker. Lekker met een vlog van John van der Rijt erbij. Ojo, is dat mijn ontbijt op bed? Het is wel je ontbijt. Oh, zeg. Dit ben jij. Dit ben jij nog een keer doen. Oh, wat oogjes. Lekker, kom hier. Oh. Ik ga ook een cadeautje even snel. Mooi gemaakt, zeg. Je mag dit cadeautje niet kapot maken. Vooral de verpakking niet. Oké. Het cadeautje ook niet. Dat is goed. Maar hoe ga ik dat dan doen? Ik heb mijn handen vol. Ja, pak jij dat kruisje sport in. Dank jullie wel. Ik deed echt mijn best, je zag het. Ik was echt niet aan het scheuren en aan het rippen. Pak je me nou? Kijk dan. Zoals de kinderen denken aan RRZ. Papa? Ja. Cadeautje. Oh, dat is wat erin zat. Rachel, veel succes. Kijk dan, nu weer rappig. Rachel, veel succes. En dan kan ik notities en dan kan ik aan de balie hangen. En wachtwoorden en zo. En, bijvoorbeeld. Wachtwoorden mag je nooit op een briefje aan de balie hangen. Dan kunnen ze inloggen. Ja, je kan inloggen. Maar inderdaad, ja, gaaf. Die dekken zijn achter de achterkant. Oh, die heb ik nog niet gezien. Arne, RRZ CEO. Dikke man. Prachtig, heerlijk. Nog een t-shirt. I love you. En allemaal hartjes. En aan de achterkant. Ja, maar er staat ook iets op. Waar? Papa gaat het even voorlezen. Wil je het voorlezen? Wil jij het eens voorlezen voor mij? Ik hou van je. Groetjes of van je zoon. Toen ik 4 was, heb ik voor het eerst geholpen met de auto. Arne, I love you. Als my dad. De beste. Groetjes je zoon. Oh, nou, lief hoor. Of geen knuffel. Ja, dat kan niet. Je hebt ook nog geen knuffel gehad, hè? Redelijk zo trots op te zijn. Hè? Oh ja, en mama's cadeautje. Mama's cadeautje, ja. Jullie hebben vorige week in de vlog natuurlijk gezien dat er een pakketje veel te vroeg kwam. Nou, kijk maar eens naar buiten. Er staat niks. Nou, zoals jullie zien heb ik eindelijk mijn palmboompjes. Kinderen en Marloes natuurlijk ook. Dankjewel. Super. Daar ben ik echt blij mee. Elke keer als ik aankom rijden, dan zie ik ze staan. Als ik 's morgens het rolluik omhoog doe omdat ik net wakker ben, dan zie ik er eentje staan. Die andere die staat net om het hoekje. Maar ja, dat vind ik echt, ja, dat is al heel lang mijn droom. Dat is ook al in de vlog geweest. Ik hou van je papa. Ik hoop dat je een goede vaderdag hebt. Doei! Joel is in de attic. Voetbal kijken. En wij? Hier. Ja? Ik heb nog een cadeautje voor jou. Jij? Jullie? Jou niet. Oh. Nou, laat zien dan. En heb een beetje voor. Pas op, want het kan spetteren. Wow, nice. Ik heb het getekend. Voor de beste vader ooit, Arne.
Papa heet ik. Papa heet ik. Hoe heet ik? Papa. Goed zo. Hoe heet ik? Nee, eigenlijk heet jij niet papa. Maar je heet Arne. Arne. Nee, eigenlijk ook niet. Arne. Liefje, schatje, papa. Nee, al niet. Maar in ieder geval ook niet, alsjeblieft. Oké. Fijne vaderdag. Game controller. Voor mij, hè? Dat was echt de laatste die nog over. Hardop voorlezen. Papa, wij hebben echt geprobeerd het beste cadeau voor jou te vinden. Maar niet getreurd, je hebt ons al. Ja, klopt. Ik zou ook geen beter cadeau kunnen wensen. Wat moet ik laten zien? Oh, sorry. Jij en mama. Oh, ik dacht dat jullie daar waren. Nee. Oh, denk je dat je al een baardje heeft? En een snorretje? Nee. En jij ook niet. Leuk. Dankjewel. En dan zijn we weer aangekomen bij het einde van de vlog. Volgende week hoop ik eindelijk de A6 te voorzien van een nieuwe koplamp. De boot in het water te krijgen. Misschien zelfs wel al de eerste wakeboard sessies. Want er komt gewoon ontzettend mooi weer aan. En wat er dan verder nog komt, gaan jullie vanzelf zien. Dus vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Later!